In Hallo Roger bieden we een luisterend oor aan kijkers met problemen. Dit keer kregen we de vraag van een kijker die zijn paletten op overschot nuttig wilde gebruiken. De vraag van de kijker luidde als volgt. Hoe maak ik terrasmeubels in palethout? Roger toont hoe je de klus gemakkelijk klaart. Met palethout kan je heel wat. Een fijn project dat je hiermee kan realiseren zijn loungezetels en een tafel voor de tuin. Verzamel eerst het aantal paletten dat je nodig hebt voor de klus. Paletten heb je in verschillende formaten. Het ontwerp hangt dus af van de afmetingen. In dit geval gaat Roger met 3 paletten aan de slag om de zetel te maken. Plaats 2 paletten op elkaar als zitvlak. De palet die als rugleuning dient, ga je afkorten. Teken af vlak voor de regel na het steunblok in het midden. Voor het afkorten gebruik je de découpeerzaag. Draag hierbij gezichts- en gehoorbescherming. Eens je door je eerste zijde bent, draai je de palet om. Hier kort je wat korter af vlak voor het middenste blok. Zo kan je de rugleuning schuin op het zitvlak plaatsen. Waar je de rugleuning wil plaatsen hangt af van je eigen voorkeur. Roger plaatst die op de derde lat van de palet om zo comfortabel te kunnen zitten. Kort het lange gedeelte van de rugleuning wat af, zodat die beter over de lat past. Meet dit af. Afkorten doe je opnieuw met de découpeerzaag. De rugleuning blijft nu netjes op de derde lat staan. Nu kan je het geheel vastschroeven. Om de rugleuning vast te maken, gebruik je lange schroeven met een lengte van minstens 120, 150 of 200 mm. Concreet schroef je de leuning vast met 2 schroeven. Gebruik een kortere schroef om door de voorzijde te schroeven. Gebruik een langere schroef om door het blok in het midden te schroeven. Vooraleer je gaat schroeven, is het belangrijk om voor te boren. Gebruik hiervoor een boor met dezelfde diameter, in dit geval 6 mm. Schroef de achterleuning telkens doorheen elk middenblok op dezelfde punten vast. Je kan kiezen voor 2 typen schroeven, verzinkte schroeven of roestvrij staal. Verzinkte schroeven zijn sterker dan roestvrij staal. Aan de andere kant roesten verzinkte schroeven wel sneller dan schroeven in roestvrij staal en zijn ze dus minder geschikt voor buiten. Als je ervoor kiest om de schroeven te bevestigen met een slagmoerschroevendraaier, beschik je over heel wat voordelen. Zo kan je heel gemakkelijk in lastige posities werken, zoals in een bepaalde hoek, omdat het apparaat licht en compact is. Het toerental is ook hoger, dus hoef je geen extra kracht te zetten. Ga zitten en test uit of de leuning stevig genoeg is. Om de paletten voor het zitvlak aaneen te bevestigen, kijk je best eerst op voorhand welke schroeven lang genoeg zijn om door beide paletten te schroeven. Schroef de paletten op regelmatige posities vast. Hoe vaker, hoe beter. Handig is ook om een armleuning te hebben voor je loungezetel. Hierin kan je een drankje of plant plaatsen. Dit is optioneel, maar wel handig en decoratief. Hiervoor gebruik je de overgebleven helft van de palet voor de rugleuning. Ga even na of dit zal passen. Teken je middelste regel af op de voor- en achterzijde. Neem de achterkant van de halve palet en verwijder de loshangende latten. Verwijder uitstekende nagels. Dit kan met een slijpschijf, maar je kan dit ook doen met een kniptang, multitool of découpeerzaag met het correcte blad. Zaag de middelste regel van de halve palet uit met een découpeerzaag. Positioneer de armleuning ter controle. Maak de bodem van de armleuning dicht met een lat resthout.
schroef die onderaan tegen de zijkanten. Ook de achterzijde van de armleuning maak je dicht met een klein stukje resthout. Meet dit af, zaag op maat en schroef die vast. Zo ontstaat er een bakje waar je het een en ander in kan plaatsen. De armleuning schroef je vast tegen de zijkant van het zitvlak tegen de bovenrand van de palet. Teken vier punten af op de uiteindes waar de schroeven moeten komen en schroef ze vast. Dit proces herhaal je voor de andere armleuning aan de overzijde. Maak eerst het bakje bovenaan de leuning door resthout onderaan en aan de zijkant vast te schroeven. Schroef daarna het geheel vast aan je paletzetel. Nu de hele zitbank gemonteerd is, kan je beginnen opschuren. Dit kan met schuurpapier korrel peet 60. Wil je met een fijnere korrel afwerken, dan kan je aan de slag met een hoger getal. Je kan dit doen met de hand, maar met een schuurmachine gaat het een pak vlotter. Schuur voornamelijk het zitvlak, de rugleuning en de armleuningen goed op. Je wil je kussens en jezelf geen splinters bezorgen. Hoekjes aan de armsteun die uitsteken kan je nog inkorten met een multitool indien nodig. Stof na het opschuren nog eens goed af. Hierbij hoort uiteraard een tafeltje uit paletten. Roger laat je in het volgende deel zien hoe je de tafel stap voor stap uitwerkt. Je leert er ook hoe je je tuinmeubilair uit palethout succesvol behandelt.